VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Ik begrijp het publiek wel. Ik begrijp dat ze de spelers en mij hebben uitgefloten. Want het is ook gewoon een hele slechte vertoning geweest in de tweede helft. VVV heeft duidelijk wat goed te maken na de zeer slechte vertoning. Een dikke nederlaag tegen Utrecht. Straks meer daarover. We blikken vooruit op de bekerwedstrijd van onder 19. Jai Driessen gaat aan de slag met de top 3. Maar nu eerst terug naar de voorlaatste wedstrijd. NAC VVV. Tevreden. Tevreden kan weer uithalen en nu schampt hij de bovenkant van de lat. Korte. Weggestuurd. Korte. Blijft hij rustig. Ja, maar hij staat ook tegenover Oenestal. Goeie paas van Lundqvist. El Alucci. Speelde de bal in. Ja, en dan gaat Van Arnold de fout in en is het wel heel koeltjes en heel bitter dat VVV profiteert via Mlapa. Die maakt zijn 11e van het seizoen. Dat is toch niet echt handig wat Van Arnold hier doet. Deze aanname mislukt, maar dan nog een keer laten stuiten en dan nog een keer. Ja, dan denkt Mlapa, weet je wat, dan doe ik er dit mee. Maar daar is de herkansing tevreden. Oh, daar zit het dus niet mee en de vlag blijft omlaag. Nee, hoe is het nog mogelijk? Lundqvist. Ja, dat is mooi. Het is binnen, het is 1-1. En Lee is de man die je maakt. Eindelijk een verstandig genomen vrije trap. Ver namelijk van Oenestaal af. Dat is het eerste wat je moet doen. Zorgen dat die man, die doelman, die grote doelman, die vrije trap niet kan onderscheppen. En weer Post krijgt de bal zo in de voeten geschoven. Joosten met veel vrijheid. Ja, het gevolg van een en ander gaat hij daar ook van profiteren. Van Leer met zijn eerste klus naar rust. Ja, die bal valt goed. Die bal moet erin, toch? Nee! Als je de stand op de ranglijst kijkt en de rest van de uitslagen, dan is het eigenlijk een prima resultaat. Want je loopt een punt uit op de ploegen die een flink stuk onder je staan. Met nog een wedstrijd minder voor hun de kans om je in te halen. Maar op basis van de wedstrijd was ik niet tevreden. Ik vind dat we eigenlijk geen enkel moment in de wedstrijd zijn geweest. En dat was wel jammer, want we hebben zo'n goede wedstrijd tegen PSV gespeeld. En daar heb ik gisteren te weinig van teruggezien. Te veel spelers die hun niveau niet haalden. En dan moet je achteraf blij zijn dat je een punt haalt. Want met uitzondering van die laatste paar minuten toen zij met 10 man kwamen, hadden we niet recht op meer. Verklaarbaar voor jou of totaal niet? Nee, nou goed, je hebt wel eens van die wedstrijden erbij dat er te veel spelers niet in goede doen zijn. Ik denk dat we dat gisteren hadden. Hè. Ik heb uiteindelijk 2 van afgehaald, maar dan hadden er veel meer waren er in aanmerking gekomen om te wisselen. Maar als je er te veel hebt, dan haalt dat het niveau van de hele ploeg naar beneden. En dat kun je dan ook niet met 1 of 2 wissels kun je dat ombuigen. Dus dan moet je hopen dat je een punt pakt. En ik was wel blij dat ze uiteindelijk met 10 man kwamen. Want ik denk dat wij het echt heel lastig hadden gehad in die eindfase anders. Je doelt dan op de wissel in de rust. God voor Van Ooyen. Want het leek er een beetje op dat jullie een beetje terughoudend. Dus geen boodschap die je hebt meegegeven in de rust van we leunen naar achter en spelen op die 1-0 overwinning. Nee, want ik merkte al na 1 minuut of 10 dat wij niet lekker in de wedstrijd zaten. En toen heb ik ook eigenlijk net toen ik mijn ploeg wilde aangeven om meer 1-op-1 te gaan spelen. Om zo in de wedstrijd te knokken, maakten we de goal. En ik denk nadat we de goal hebben gemaakt, zijn we niet echt in de problemen gekomen. Alleen we waren niet bij machten om het uit te spelen. Nou, de wissel in de rust van Peter was ook voor een stukje bedoeld om God te brengen. Die met een heel goed gevoel van het Nederlands elftal terugkwam. Die ik met de pure snelheid wilde bereiken ten opzichte van de back van NAC die al geel had. Alleen, ik vond de tweede helft in zijn totaliteit. En vond ik nog een stuk minder als de eerste helft. En dan, nogmaals, dan moet je blij zijn dat je een punt pakt. Er heerst bekerkoorts op het jeugdcomplex van VVV. Weet u het nog? Een paar weken geleden plaatste het hoogste jeugdteam van de club zich via een 3-1 overwinning op PSV voor de halve finale van het bekertoernooi. Daarin neemt de ploeg het op eigen veld woensdagavond op tegen FC Groningen. Ja, je merkt steeds meer in de loop van de dagen dat het
een gespreksonderwerp wordt waar iedereen wel blij van wordt en waar iedereen naar uitkijkt. Zowel de mensen eromheen als de spelers zelf. Ja, absoluut. Ja, dan wordt er ook gesproken over de kansen, neem ik aan. Hoe liggen die? Ik denk evenwichtig. Op dit moment speelt FC Groningen in een eerste divisie hoog competitie. Ja, hebben zij ook een tegenstander gehad afgelopen weekend met Heerenveen, waar ze de punten hebben verdeeld. Nou, dat hebben wij ook gedaan. Uiteindelijk wel met penalties gewonnen. Maar ik denk dat onze kansen in balans zullen zijn, evenwichtig ten opzichte van elkaar. Ja, hoe belangrijk is zo'n bekertoernooi voor clubs VVV? Nou, ik denk ontzettend belangrijk. In die zin, als je een aantal talentvolle jongens hebt die op doorbreken staan, dan zijn dit wel affiches waar je van jezelf kan doen spreken in dat soort wedstrijden. En waarbij je dus ook landelijk op de kaart kan zetten. Dus elke kans die je daarin krijgt, die moet je daarin wel aangrijpen, denk ik. Ja. Bij onder 19 zien we een flink aantal selectiespelers terug, zoals Evert Lindhorst, Sam Stijn en Simon Jansen. De laatste wedstrijd op het jeugdcomplex werd bezocht door ruim 500 toeschouwers. Ja, de jongens spreken al uit dat ze met kippenvel het veld oplopen. En dat is natuurlijk wel een entourage die als voetballer wil meemaken. Maar helaas zijn er niet zoveel van dat soort momenten in de jeugd. En ja, dit soort wedstrijden die voegen wel iets toe. Ja. Dus affiche, entourage, dat is wel iets waar je van mag genieten. Ja. Bij winst op FC Groningen treffen de jeugdige VVV'ers in de finale Ajax, dat deze week al wist te winnen van Excelsior. Deze week is er een doordeweekse competitieronde in de Eredivisie. Daarin ging VVV gisteravond na een goede eerste helft en 2-1 ruststand uiteindelijk met maar liefst 2-6 onderuit tegen de nummer 5 FC Utrecht. We mogen nog geen beelden laten zien van die wedstrijd, wel reacties. De trainer reageert allereerst op het fluitconcert van een deel van het eigen publiek voor zijn ploeg. Ik begrijp het publiek wel. Ik begrijp dat ze de spelers en mij hebben uitgefloten. Want het is ook gewoon een hele slechte vertoning geweest in de tweede helft. En als je dat vergelijkt met de wedstrijd tegen PSV, dan verliezen we wel. Maar dan krijgen we een staande ovatie. En dan moet je ook mans genoeg zijn om dit te accepteren. Dus ik vind dat het publiek gelijk heeft doordat ze ons uitfluiten. Daar heb ik geen enkel moeite mee, hoor. Want dat was ook terecht op basis van de tweede helft. We hebben gewoon de tweede helft zeer ondermaat gespeeld. Kijk, NAC hebben we een hele slechte wedstrijd gespeeld. Hier vond ik de eerste helft prima. Zeker tegen Utrecht, die lastig te bespelen is. En dan de tweede helft zakken we gewoon zo ver terug dat je dit als uitslag krijgt. Ik denk dat we wel slecht uit de rust komen. En Utrecht die doet er een schepje bovenop. En daar waren wij niet tegen bestand. En wij krijgen dan in een kwartiertijd 3 goals tegen. En dat doet wat met een ploeg. Dan zie je ook dat ze geknakt zijn. En dan kunnen we onze rug niet meer rechten. We komen ook niet meer in de buurt van de aansluitingstreffer. Het wordt heel snel 5-2. Nou, dan is die wedstrijd gespeeld. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik blij ben dat Utrecht wat gas terugnam. Want anders had het een nog grotere nederlaag geworden. Ja, en die 3-2 is gewoon heel ongelukkig. Die jongen brengt hem heel goed in. Als ik hem niet aanraak, dan wordt er iemand anders aangeraakt. Maar dat is gewoon echt heel ongelukkig. En ik moet het nog allemaal terugzien, hoor. Maar volgens mij kon ik daar niet heel anders doen dan wat ik deed. Ja, dan is het 3-2 en dan heb je wel echt 2 tegenslagen gehad op rij. En dan zie je dat het toch de fase waarin we zitten, dat het iets te veel is. Jij reageert nog wel. Hè? Je haalt Jansen eruit. 1-1 spelen achter hem. Maar eigenlijk gelijk de eerste aanval wordt het gelijk gevaarlijk. Hè? Ja, dan wordt het ook gelijk gevaarlijk. Dus je wil wat forceren. Maar ja, dat bleek ook uiteindelijk lastig te zijn. Want heel snel was de 4-2 en de 5-2. Ja, dan is de wedstrijd gespeeld. Als ze dan binnen enkele minuten allemaal om de oren vliegen, dan heb je wel zo van, hoe kunnen we dit doen, zeg maar, als team gewoon. Hoe kunnen we dit laten gebeuren? Heb je daar een verklaring voor? Nee, ik heb geen idee. Ik begreep niks. Op een gegeven moment was gewoon, iedereen was vrij. Ze speelden van kant naar kant en goal na goal. Ik moet het ook nog even terugzien. Maar ik kan je nu geen verklaring geven. Heeft het misschien ook te maken, je staat nu op 33 punten, dat je snakt naar eindelijk die bevestiging dat je gewoon veilig bent? Is dat dan ook weer een beetje wat vorig seizoen misschien in de ploeg sloop? Die punten halen, dat is zo belangrijk. Ja, ik vind het altijd lastig. We hebben de punten voornamelijk vorig jaar en dit jaar in het begin van het seizoen gehaald. Weinig slechte periodes gehad.
Dus ja, dat wordt je altijd snel aangepraat. Dat je nu, hoe kom je hier uit? En elke ploeg kent slechte periodes, de topclub zelfs. En ja, alle clubs hebben die periodes. En wij hebben die volgens mij nog niet echt gehad. We hebben wel eens een mindere wedstrijd gespeeld. Wat ongelukkig soms geweest met de uitslagen. Maar we hebben nu wel twee niet goede wedstrijden gespeeld. Op de eerste helft na, wat ik wel redelijk vond. Ja, nou ja, zondag kun je het allemaal goed maken, hè, tegen Feyenoord. Ja, kijk, tegen PSV was die wedstrijd goed. Win je helaas niet. Was alles Hosanna. Oh, de beste wedstrijd sinds tijden, dat hoor je dan. En nu is het er allemaal slecht en dat kan tegen Feyenoord weer allemaal anders zijn. Dus dat is wel het mooie van voetbal, maar soms ook het frustrerende. Ja, je moet die knop omzetten. En ja, ik bedoel, tegen Feyenoord is ook een tegenstander waar je, ja, kan je niet zeggen dat je niet gemotiveerd bent. Dus iedereen wil ook gaan. En ja, we moeten denk ik gewoon even te raden gaan, ja, morgen en overmorgen, van ja, waar het een beetje aan ligt en wat echt beter moet. En dan, ja, dan moeten we gewoon vervolgens dat meenemen en die knop omzetten en gewoon tegen Feyenoord gewoon wel een goede wedstrijd afleveren. Deze week elkaar eventjes goed in de ogen aankijken. Ja, ja, ik denk dat we dat wel moeten doen, ja. Ja. Ja, je gaat gewoon kijken van hoe hebben we als ploeg gespeeld, hoe hebben de spelers individueel gespeeld, hoe hebben wij, welke keuzes hebben wij als coaches gemaakt. Hè? Daar moet je ook kritisch naar kijken, want we hebben de spelers het vertrouwen gegeven in de wedstrijd tegen PSV. Nou, dat lijstje staan tegen NAC, nou, dat vond ik een hele slechte vertoning. En dan geef je spelers nog een keer het vertrouwen. En ja, als je dan ziet hoe we dat de tweede helft invullen, dan moeten wij ook nadenken of we daarin de juiste keuzes hebben gemaakt. En dan moet je gewoon kritisch naar elkaar kijken. Want het feit dat je Susic inbrengt, Lintos inbrengt, ben je dan al een beetje bezig met de wedstrijd tegen Feyenoord? Nou, Susic breng ik wel, omdat hij een tijdje niet gespeeld heeft. En ik had bij Tino niet de illusie dat we daardoor de achterstand om zouden buigen. Maar ik wilde weer dat hij 20 minuten aan het spelen toe kwam. En ja, goed, we moeten zondag kijken welke keuzes we maken. Over ruim 2 weken, om precies te zijn op zaterdag 20 april, speelt VVV thuis tegen de Graafschap. Wij mogen 2 VIP-tickets verloten voor die wedstrijd. Geef daarvoor het antwoord op deze vraag. Welke 5 spelers van het huidige VVV scoorden al eens tegen de Graafschap? Weet jij het antwoord? Op de Facebookpagina van zowel Omroep Venlo als VVV Venlo staat een deelnameformulier waar je je antwoord kwijt kunt. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. Messaoud die de bal goed meeneemt en daar is de bal binnen. Nee! Wat een goede redding van Oenerstal. Geweldige aanval ook van Excelsior. Prachtige paas van Bruins. Eindelijk de diepte gezocht. Goede beweging van Messaoud. Om post heen. En dan Omarsson. En weer die reflex van Oenerstal. Deze week gaat assistenttrainer Jai Driessen aan de slag met de top 3. Ik haal de goal van Patrick Joosten eruit, de uitwedstrijd tegen ADO. Nou, je hoeft het niet toe te lichten, maar misschien kun je het toelichten. Nou goed, het was een hele mooie goal, maar ik vind dat we dit seizoen meerdere goals hebben gemaakt. En ja, goed, ik haal deze eruit. Je moet er één uithalen, ja, want je hebt een nieuwe om erin te zetten of een oude die terugkomt als ik het goed heb. Ja, ik zet er een oude weer terug in. Ik zet de goal van Danny Post erin tegen Willem II. Omdat ik vind dat dat gewoon een hele belangrijke goal was. En ik had met Danny destijds een soort weddingschap lopen van ik ga er 10 maken. En dat was de eerste. En ik weet nog dat hij zo tegen mij deed toen hij die goal maakte. Dus vond ik een leuk moment. En ik denk dat het ook een heel belangrijk doel was, doelpunt was. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor.
En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. En dan komt Wellenreuter er niet meer bij. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.